Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze video heb ik mijn get ready with me voor mijn 19e verjaardagfeestje. Die vandaag mag snel beginnen en heel veel kijkplezier. Het is sowieso een andere achtergrond, want normaal gesproken maak ik mijn make-up video's bijna altijd in mijn slaapkamer. Maar nu zit ik op mijn terras, je hoort de vogeltjes fluiten, dus dat ja, dat is zoiets anders. Ik ga nu beginnen met mijn make-up. Als eerste ga ik deze dagcreme gebruiken van Dermalogica. En nu doe ik iets meer make-up op dan gisteren. Want gisteren had ik niet zoveel make-up opgedaan. Want gisteren waren dus Luca heel geëngageerd voor mijn verjaardagfeestje. Voor mijn 19e verjaardagfeestje. En vandaag komen mijn grootouders. Ik ga nu een primer gebruiken van Catchme. Die is best wel fijn. Foundation. En ik gebruik een foundation van Catrice en ik heb hem in de kleur 002. Die vind ik heel fijn en heel mooi, want die is een makkelijke foundation. Ik ga het gewoon zeker op mijn hand doen. Dit is mijn foundation kost. Nou, ik moet een klein beetje meer op doen. Ik weet dat je beter met je handen doet, maar ik kan dat echt niet riskeren deze keer. Dat is genoeg foundation. Dan pak ik zo snel mogelijk zo'n doekje. Want ik ken het al en had ik anders ook mijn knetje voor me. Nu ga ik poeder aanbrengen. Ik ga nu de poeder aanbrengen van Essence. Dit is een minerale poeder en die vind ik heel fijn. Voilà. Dan ga ik bronzer aanbrengen van Essence en die vind ik heel fijn. Plus, ik ga twee blushes gebruiken, eentje van Elf een stick blush en eentje van Benefit de poeder blush. Ik ga eerst deze stick blush gebruiken van Elf. Deze is echt heel fijn en heel erg mooi. Dan om iets meer pigment te hebben ga ik deze blush gebruiken van Benefit. Deze is echt heel erg mooi. Highlighter. En ik ga mijn favoriete highlighter aanbrengen van I Love Revolution. Die is echt heel erg mooi. Dan mijn wenkbrauwen. Van mijn wenkbrauwen gebruik ik twee producten van Benefit. De wenkbrauwpotlood en de wenkbrauwgel. Een doorzichtige wenkbrauwgel. Ik heb hem in de kleur nummer 5. Dan ga ik mijn wimpers krullen. Ik heb daar trouwens een spiegel staan. Dan gebruik ik een oorschaduwbasis van Essence en mij. Dan ga ik een oorschaduwpalet gebruiken van Charlotte Toaster. Het is een super mooi oorschaduwpalet. Dan ga ik deze twee kleuren samenmengen. Dan ga ik deze gouden kleur gebruiken. Dat is echt een hele mooie kleur. Dan pak ik deze kleur. Dan ga ik de oorzaak dus even uitblenden. Ik ga straks nog iets van goud toevoegen. Want ik vind het nogal rood. Zal ik eyeliner doen? Ik ga denk ik eyeliner doen. Dan ga ik de eyeliner van Kiko. Dat vind ik altijd het spannendste, eyeliner. Dat zal ik dan nog een beetje fixen. Soms heb ik zo van die dagen, als ik eyeliner doe, dat ik echt gewoon niet wil lukken. Hè. Soms lukt dat in de ene keer, soms niet. Dat ontbreekt nog, eyeliner. Ik ga eerst mascara halen en een beetje proberen te fixen. En ik moet een beetje opzinken, want binnen een half uurtje of binnen goed 20 minuten zijn ze er al. Dan ga ik even met een stick overblok van Kiko in de kleur 01. Ga ik even het gouden kleur gebruiken. En dan pak ik even op de bruine kleur. Even tussen uitblenden uiteraard. Nou is het perfect. Ik moet een beetje eyeliner bijna genoeg. De eyeliner van Kiko is echt heel erg fijn. Nu ga ik mascara aanbrengen, namelijk deze van Kruidvat. Dit is ook een van mijn favoriete mascara samen met de van Maybelline. En deze mascara heeft zo'n kliksysteem.
Met de ogen ben ik altijd wat langzaam mee bezig. Ik ga een klein beetje iets aan mijn lippen doen. Ik ga de Kush Cosmetics Godless Liner in de kleur Fantasy gebruiken van Sister Maya. En dan ga ik deze Electric Color Changing Lipstick gebruiken van Essence. En dan ga ik nog even de oogbelletjes aan doen. En dan ben ik helemaal klaar. Ik heb de oogbelletjes aan alle. Ik ga deze lippen heerlijk spinsen aandoen van de Kush. En dan heb ik deze knikker aan. En ik ga een kettingetje aan doen. Die was van mijn mamie. Het is zo met een hartje. Er is helemaal nog iets vergeten. Namelijk een highlighter van Kiko. Voor over heel mijn gezicht. Ik heb de ketting aan en ben ik helemaal klaar voor deze. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als je deze video leuk vond, doe dan zeker een dikke duim omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!